Ja, 11 Eredivisie zegens op rij en nu ook een zege in de Champions League. Misschien vul ik het in, maar deze moet dan toch even anders voelen dan die andere zegens, neem ik aan. Als ik, nou ja, dat klinkt misschien heel stom, maar nee. Nee? Nee, iedere overwinning is, daar ben je zo blij mee. En natuurlijk, Champions League is een heel ander affiche dan de competitie. Dat snap ik wel, maar... Voor overwintering ook? Ja, dat snap ik wel, maar willen we kampioen worden, en dat is ons doel dit jaar, dan is iedere overwinning zo verschrikkelijk belangrijk. Dan kun je niet een keer denken, ach, nou ja, dat kunnen we nog wel rechtdraaien. Hè? Dus ik ben met in de competitie net zo blij als in de Champions League, heel eerlijk gezegd. Ja, mooi. Het was een gevecht, een andere weerstand van Lans, zoals we de vorige keer ook kregen. Hoe vind je dat jouw spelers zich staande hebben gehouden? En wat zegt dat over de kracht van het team? Ja, nou, ik vind dat de jongens het, en dat meen ik, geweldig hebben gedaan. Omdat het, dat hebben we gezien, een hele fysieke wedstrijd was. Ik vond hem zelf fysieker dan dat we in Lans gespeeld hadden, de uitwedstrijd. Daar hebben we meer op balbezit kunnen spelen. En hier werden we ook constant opgejaagd, maar dat deden wij bij hun ook. Dus het was een hele intensieve wedstrijd. En het was ook een hele fysieke wedstrijd. Het ging er niet altijd zachtzinnig aan toe. En die jongens zijn overeind gebleven. Dus we hebben niet alleen geprobeerd goed te voetballen, wat natuurlijk heel moeilijk was onder deze omstandigheden. Maar ja, we hebben ook als kerels gespeeld en dat was nodig. Ja, ik zag een aantal spelers naar ledematen grijpen. Hoe is iedereen dat gevecht uitgekomen richting zondag? Nee, goed. We hebben net getraind en iedereen heeft mee kunnen doen. Dus geen enkel probleem. Oké, dat is fijn. Welke specifieke aspecten van het teamspel of individuele prestaties zou je eruit willen halen? Wat ons over die eindstreep heeft getrokken? Ja, eigenlijk hetzelfde zoals we ook als we met veel goals winnen. Dat het iedere keer een teamprestatie is. Vandaag, de wedstrijd tegen Lans, was dat misschien meer duidelijk. Omdat we daar hebben moeten knokken, ook verdedigend moeten knokken voor een goed resultaat. En dan vallen nu een keer de verdedigers op. Want ja, die jongens hebben het ook echt heel goed gedaan, alle vier. En normaal gesproken zullen meer de aanvallers, omdat we veel scoren, opvallen. En dan is het eigenlijk verdedigen nog moeilijker, omdat je met heel veel ruimte in de rug speelt. Maar ja, ik vond het weer een teamprestatie. En knap. Ja, je hebt het over de verdedigers. Jordan Theze heeft het wat moeilijker gehad. Nu zijn er heel veel positieve geluiden over hem, wat natuurlijk hartstikke fijn is. Maar hoe is zijn ontwikkeling hier gegaan? Wat heeft daaraan bijgedragen dat het nu zo goed met hem gaat? Ja, dat hij hard werkt. Want dat is toch de basis van alles. En dat kunnen we ook hard werken, kunnen we ook staven met data. En dat hebben we hem aan het begin van het seizoen laten zien, dat dat niet goed genoeg was. En daar heeft hij grote stappen in gemaakt. En dat is bovenop de kwaliteiten die hij heeft. Want daar hebben we nooit discussie over gehad. Maar de arbeid die hij nu levert, is de arbeid die een verdediger moet kunnen leveren. Dus in die zin is hij op de goede weg. Ja. Even het actuele nieuws. Ja, de Schouten zit nu definitief in de selectie van Oranje. Hoe past hij volgens jou in dit Oranje? Oef, dat vind ik een lastige vraag, want daar hou ik me niet zo mee bezig met dit Oranje. Ik denk dat de bondscoach daar een veel beter overzicht over heeft. Ronald weet precies welke middenvelders hij tot zijn beschikking heeft, wie er fit en niet fit zijn. Ik kan alleen aan de hand van mijn ervaring aangeven of ik denk dat hij het niveau heeft om op het Nederlands elftal, bij het Nederlands elftal te spelen. En dat heeft hij. Hij is zo vast in balbezit, zo rustig in balbezit. Hij heeft een goede fysiek, hij denkt enorm snel. Ja, het zijn allemaal voorwaarden die je nodig hebt om een goede international te kunnen zijn. En hij mag het nu laten zien, dus dat is alleen maar mooi. Ja, we zagen het tegen Lans ook al. Dit is echt een terechte beslissing van de bondscoach. Ja, vind ik ook. En ik ben ook vooral heel blij voor hem. Hij is onder andere om die reden terug naar Nederland gekomen, om proberen daarbij te komen. En dat nu binnen 4 maanden al gelukt is, dat is een geweldige prestatie van hem. Ik denk zelf dat misschien de prestaties van PSV daarin ook een kleine rol spelen. Hè. Op het moment dat wij even heel gechargeerd een seizoen zouden draaien zoals Ajax nu draait, dan zou het voor hem natuurlijk moeilijker zijn om erbij te komen. Maar ja, hij heeft het zelf afgedwongen, dus dat is knap. Ja. Zondag dan tegen Zwolle, weer een thuiswedstrijd. Hoe heb je het met je team voorbereid deze week? Dat hebben we nog niet, omdat we gisteren vrij waren en we pas vandaag weer zijn begonnen. En, dus vandaag is de tweede dag na een wedstrijd, dan moet je altijd wat voorzichtig zijn met trainen. Dus
we bouwen dat altijd op. Dus we gaan ons vanaf vandaag wel helemaal richten op Zwolle. Ja, het wordt steeds moeilijker om een vrager te bedenken. Want het gaat natuurlijk hartstikke goed. En hoe beter het gaat, hoe eigenlijk minder over te praten. Ja, maar dat is tegelijkertijd ook een beetje het gevaar, zoals ik dat dan altijd ervaren heb. Van eigenlijk wordt iedere wedstrijd voor ons moeilijker om die te blijven winnen, Dus de uitdaging wordt alleen maar groter. En die gaan we aan. We noemen dit dan het derde blok, die gaan we afsluiten met de wedstrijd tegen Zwolle. En we gaan er alles aan doen om die wedstrijd te winnen. En lukt dat, dan hebben we zelfs het derde blok is dan het beste blok geweest wat we tot nu toe gespeeld hebben. Terwijl de eerste en de tweede al heel goed waren. Dus ja, we gaan daarvoor.